Dit is Brussel. En dit. En ook dit. Hallo. Een stad met veel gezichten. Fraaie, frivole, gefronste. Gezichten die uit kleine flatjes sturen of in dure vitrines gluren. Voor wie verre dromen heeft of geluk vlakbij is. Elk in hun straat, in hun wijk. Lotte kent de gezichten. Ze zitten bij haar op school. Ik vind dat de sfeer van de school heel erg wel afhankelijk is van de buurt waarin dat we zitten. Wij zijn hier op een heel specifieke plaats in Brussel. De voorkant is de Moutstraat en is parallel aan de Dansaarstraat. Een wijk die de laatste jaren enorm opgekomen is. De achterkant van de school is een heel ander verhaal. De Kogelstraat grenst eigenlijk aan de vijf bloks, Les Cinq Blocs. Dat is echt een sociale wijk. Hè. Vijf zeer lelijke oude afgeleefde bloks. En in dat centrum van die twee, dat is de kleurdoos. En dus ik heb kinderen die van de ene kant komen en kinderen die van de andere kant komen en die hier samen school lopen. Sana is een van die kinderen. Ze loopt hier al 10 jaar school. Het is haar tweede thuis intussen. Ik ben in Kleuters vanaf mijn peuterklas. Ik ben daar niet geboren, maar ik ben daar groter geworden. Hallo juffrouw! Hallo! Hoe gaat het? Lekker! Juffrouw, we gaan in zomervakantie. Dat betekent zon, zee en allemaal familie en zo. Nee, geen cocktails. Nee, juffrouw, nee. Ik kan echt alle meesters en juffrouw. Ik praat met jullie, ik plak met jullie. Ik ben ook alle kinderen daar. Zo de derde leraar speel ik ook met hun. Ik dacht echt met iedereen. Nog een maand is hier kind aan huis. Dan wacht een grote school. Tenminste, als alles goed gaat. Goed, je gaat zitten. Je mag je spellingboek E op de bank nemen. Het is herhalingsles. Alle werkwoorden, we hebben alles al afzonderlijk een keer gezien. Nu is het alles door elkaar. Meester Kevin is er nog niet helemaal gerust op. Er moet geoefend worden. De OVSG-toetsen komen eraan. Zo weten ze wat ken je vanaf eerste tot zesde leerjaar. En daar kan je zien als je naar A of naar B zo kan. Dus dat is echt stress. Maar ik hoop dat dat goed gaat. Hoe weet je nu of het een T of een D is? Want sommigen hebben het daar moeilijk mee. Als de K nu niet in het X-kopschip zou zitten, dan is het met een D, inderdaad. Ja, ik ben makkelijk afgeleid. Dat is echt, dat is mijn probleem. Ik praat heel veel met mensen. Of ik ben gewoon maar zo in klas en ik kijk iets anders. Ik kijk een beetje overal in de klas, maar ik luister niet. Zou je niet verder doen in klas van te doen? Volgende week dinsdag beginnen we met de OVSG-toetsen. Voilà. Ik ga echt werken om een goede OVSG-toets te hebben. Voor mij is het een droom om naar IJzer te gaan. Dat is echt mijn beste avenir. Haar droom, haar toekomst. Van die laatste weken school hangt nog heel wat af. Maar 's avonds betekent school de boxclub. En niet alleen voor Sana. C'est des enfants qu'on attend toujours des mauvaises choses. Les enfants de Bruxelles, c'est le bordel. On essaie de le prendre confiance à eux, qu'ils ont confiance à eux. Et de le chaque jour, c'est un travail qui ne s'arrête pas. De le continuer à motiver, de continuer à parler avec eux, de continuer à dialoguer. Hallo Andy. Hallo. Hoe gaat het? Goed. Terwijl de dochter bokst, bekommert de mama zich om andere kinderen van de school. On a fait le choix d'inscrire nos enfants dans une école néerlandophone. C'est peut-être la meilleure chose à faire, mais avec les années, on s'est rendu compte de la difficulté. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas aider nos enfants à partir d'une certaine année, on ne savait plus aider nos enfants. Et c'est comme ça que cette idée nous est venue. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire nous-mêmes une école des devoirs? Tu es peur, tu es kinderen? À 3h30, on récupère les enfants. Martin. Hop. On est juste ici derrière, dans la petite plaine.
on leur propose un petit goûter. Ils se dégourdissent, hein, ils aiment bien jouer, courent et tout. Allez, un peu de sérieux. Et à 16h, ils se mettent en rang et on se dirige vers l'école des devoirs. Il y avait une très grande demande. Beaucoup de parents ne s'en sortaient pas, n'arrivaient pas à aider leurs enfants. C'était vraiment une priorité pour nous. Wij, dat zijn les Mams de l'Espoir. Een groepje ouders dat actief is op en rond de school. Aïcha is er de trekker van. C'est pas nous qui aidons les enfants. Hein. On a des bénévoles néerlandophones hein, qui aident nos enfants. Ja, dus je hebt die web en die wordt gesplitst in drie. En wat blijft er dan over? Dat. Ja, eerst dan warm. Koud. Pour moi, ça va de soi. Pour moi, un parent, c'est très important d'être concerné par ce qui se passe à l'école. Travail, go! Als een toegewijde ouder. Zo waakt ook Mohamed over zijn pupillen. C'est à vous de jouer, c'est à vous. Lui qui veut quelque chose, il va arriver. C'est avec la discipline, les défaites, je dis ça toujours. Mais je t'avais, combien de fois il a perdu, combien de fois? Et un jour, il arrivera parce que le gars, il était là. Si vous voulez, vous pouvez arriver. Droit au but, shadow box, go! Ja, in derde, als die blijven zitten, zoals. Ik ga de waarheid zeggen, dat is echt een dure moment voor mij. Ik dacht dat ik dom was. Ik zei aan iedereen dat ik dom was. Ik mocht niet naar vierde gaan. Maar nu weet je dat als je wil, kan je. Op box heb je dat geleerd en ik leer ook tijdens combat. Box brengt mij van alles. Dat is niet gewoon maar om te vechten. Hè. Dus als ik op de ring ben, ik voel me vrij. In het weekend hebben wij de voetbalacademie voor kinderen. Hebben wij Tibetaanse lessen, Vietnamese lessen, Rwandese lessen. De Arabische school is ook hier. Ibo de Buiteling, die voorziet de voor- en naschoolse opvang. Circus zonder handen komt hier ook zeer regelmatig. De jiu-jitsu club en noem maar op. Heel praktisch wil dat eigenlijk zeggen dat deze site 7 dagen op 7 open is. Alle weken van het jaar, wij sluiten nooit. En dus start Lotte de week met een rondje door de school. Serge, alles oké? Ja. De meest frustrerende maandagen zijn de maandagen als ik toekom en al berichten krijg van collega's van ze zijn in mijn klas geweest of de turnzaal ligt er vuil bij. Of, want dan is altijd de vraag, wie was het? Boran. Vrijdag heeft de BBA de speelplaats nog helemaal gepoetst. Ja. Was hij nu weer oké? Ik ga ze biedt kijken. Ja? Ja. Daar steek je heel veel tijd en energie in en eigenlijk gaat het daar niet om. Dus ik probeer de mensen die bij ons in het weekend zijn heel duidelijk te maken dat er iets kapot gaat, dat kan gebeuren, maar laat het mij gewoon weten, dan kunnen we daar een oplossing voor vinden. En de toiletten, Boran, waren die oké? Het wordt heel erg onderschat dat een brede school ook heel hard werken is. Om met al die verschillende partners in contact te blijven. Telkens nagaan wat is er interessant voor de kinderen. Wat haal ik er als school uit, maar wat breng ik ook de gemeenschap weer bij. Ik zou willen zeggen, het is een gegeven, wij zijn een brede school, maar dat is het eigenlijk nooit. Nee. Koffie. Veel van dat werk wordt verzet bij koffie. En door Loren. Ik ben Loren en ik ben de brede schoolcoördinator. Dit is het telefoonnummer. Goedemorgen. Voertjes van de buitenschoolse activiteiten? Van de speelpleinen ja, hebben wij. Zijn jullie al op de hoogte van de speelpleinen? Ah, super. Super. Ja, jij mag ook komen spelen, hè. Loren is voor mij een lijm, een cement, een kritische persoon die mij vaak doet nadenken over zouden we dit nog kunnen doen of wat denk je daarvan? De brede schoolkleurdoos zoals die nu is, was er niet geweest zonder Loren. Jacques van der Diele Matin.
Il y a du café pour les parents, gratuit, pour faire une petite conversation, pour parler un peu. Op zo'n koffiemoment ga ik proberen bruggen te slaan. Ga ik proberen te zien van oké, die ouders die zitten daar alleen te babbelen, die twee zijn al met elkaar aan het babbelen, maar onze brugfiguur is ook aanwezig. Als jij vragen hebt of als je hoort van andere ouders die met vragen zitten, n'importe quoi, alle vragen, financiële vragen, opvoedingsvragen, relationele, huisvesting, vertaalvragen, dan hebben wij een sociaal assistent hier op school. En daarmee kan je een afspraak nemen, zij zit daar nu. Dat is Marjolein, Wuivies. Dus dat zijn altijd zo pionnen die ik dan probeer samen te voegen. Omdat ik vermoed dat die iets voor elkaar kunnen betekenen. Kinderen is daar ook een deel van. En dan heb je nog schooltoeslag, kleutertoeslag. Weet je, heb je een kleutertoeslag? Ja, heb je dat? Ik zie dat een beetje als een pad dat gevolgd kan worden. En als een kind dan binnenkomt op dat pad en die moeder babbelt een keer met een brede schoolcoördinator of met een zorgleerkracht over haar twijfels en dan de vader komt op een ouderdag en dan gaat dat kind de eerste keer proeven van een hobby en de leerkracht van dat kind gaat een keer naar buiten en dan een heel traject vol ontmoetingen. Vol, en elke ontmoeting is een kans. Oké, nummer 1, 2, 3 tot en met 20 op een rij. Meester Jan laat geen kans schieten om de stad in te trekken. We zitten in het hartje van Brussel. Hier zijn zoveel kansen. Hier zijn zoveel dingen die je kan doen. Door 5 minuten te stappen rond de school heb je een waaier van mogelijkheden om je lesgeven zoveel boeiender te maken. Ryan, ga je ook in de rij, jongen? Ja. In een TikTok-filmpje voor het jongerenkanaal van Brus buigen de leerlingen zich over het lerarentekort. De vraag is, wij lossen het lerarentekort op door grotere klassen te maken. Vind je dat geen goed idee, draai je naar hier. Vind je dat een goed idee, draai je naar hier. Je mocht ook iets leuks doen. Dus je mocht doen van... of zoiets. Verzin maar iets. Hier in Brussel, de kinderen zijn vaak bang om voor elkaar te spreken. Want ze kunnen niet... Ze kunnen soms niet uit hun woorden komen. En toch, als ze weten van dit is iets leuks, het is voor de media. Zelfs de kinderen die niet de beste sprekers zijn, willen toch per se hun stem laten horen. En dat vind ik fijn. Ik en mijn kamp hebben gekozen van Pro, want dan kunnen we meer leren. En ik denk dan kunnen we minder ruzie doen. Door brede school te zijn, halen zij hun wereld hier ook binnen. Vroeger ging ik lesgeven en je gaf dan daar les. En na de school ging je gewoon naar huis en dat was het. Maar hier ben je eigenlijk een deel van een groter geheel. De school is eigenlijk maar een deel van het groter geheel dat de brede school is. Vandaag heb ik mijn OVSG-toets, mijn laatste OVSG-toets. En ja, laatste dag op school. Spannend, echt spannend, maar goed. Ik hoop dat je naar IJzer gaat. We starten voor de speeltijd met meetkunde en luisteren. Heel veel succes, je mag starten. Binnen 10 jaar wil ik kinderen helpen. Kinderen en ik, dat is echt perfect. Maar voor mij, kinderen zijn zo schattig, klein en zo. Dus daarom wil ik echt met kinderen zijn. En dat vind ik echt leuk. Als Sana later groot is, wil ze worden wat ze nu doet. In de boksclub. Dit jaar ben ik begonnen, vanaf september, ben ik begonnen les te geven. Voilà, ici. Point de pied. Point de pied, voilà. Voor mij nu ben ik meer lesgeven dan boksen. Zie je? Gauche, droite, voilà. Et puis t'esquive. Automatiquement, on refait. Ik wil voor de kinderen werken en hun helpen als ze problemen hebben. En dat ga ik fijn vinden als ik dat op goed ga doen. Dankjewel, is het gelukt?
De volgende stap voor ons is nu ook die brede school volledig als identiteit van de school mee te nemen. Want dat lijkt nu zo vanzelfsprekend dat wij een brede school zijn, maar eigenlijk is dat nog altijd niet zo. Ook al staat de brede school onder druk, voor Lotte kan er altijd nog iets breder, opener. De speelplaats bijvoorbeeld. Ik was op vakantie in Berlijn en daar zag ik dat de schooltuinen, de speeltuinen, gewoon open waren als park. En ik vond dat heerlijk om daar toen nog met mijn kleintjes naartoe te kunnen gaan en gewoon eigenlijk al in die school te zitten zonder het gevoel te hebben, ik zit hier in een school, ik zit hier op iemand anders zijn domein. En ik denk echt wel dat we dat veel meer moeten doen. Gewoon uw deuren openen en mensen de ruimte geven. Lotte ziet het al voor zich. Een groene speelplaats die open is voor de buurt. On ouvre les portes nouveau, hein? Donc. That's also part of the deal. You work for us, so we give back to you. Maar dromen doet ze nooit alleen. Bewoners, ouders, partners, ze zitten weer allemaal rond de tafel om de plannen mee vorm te geven. On va faire les lingalingues, on va voir si ça fait. Il faut avoir des graines, des bonnes graines ou autre chose aussi. Connexion avec l'Afrique à travers les plantes. Oh, dus ja. Mij bijvoorbeeld, als we met de kinderen buiten de stad gaan, als die vlinders zien, insecten, voor hun is dat, die verschieten ervan en eigenlijk zo'n jongen. Ja, ja. Ik heb erin, heb je die ook gezien? Kijk. Ja, hoe je ziet die kronkelen zitten. Dan mag ook hier allemaal in de alle papiertjes. Ja, Matteo, ja. Ik zou geneigd zijn te zeggen, ja, in Brussel is dat nog meer nodig. Maar ik vind eigenlijk in Vlaanderen ook. Kijk hier, hopla. Ik vind dat heel jammer om langs de school van mijn kinderen te passeren en die deuren altijd dicht te zien. Want ik ben daar alleen voor of na school. En dan denk ik, jullie hebben zo'n mooie infrastructuur. Het zou toch fijn zijn om die ook open te stellen voor andere organisaties. Hè? De school is zoveel meer dan die paar uur dat die kinderen op school zijn. En dat wil niet zeggen dat wij er altijd moeten zijn. Maar dat vraagt wat vertrouwen en dat vraagt vooral dat het kunnen loslaten en vertrouwen hebben dat de anderen evenveel zorg zullen dragen voor je gebouw of voor je school zoals je zelf zou doen. Ook hier moet straks worden losgelaten. Voor deze leerlingen zit de lagere school er bijna op. Stress, stress, stress. Tu restes ici? Ouais, j'ai invité toute leur de son là. Ah, je suis stressée. C'est ma moite. Welkom ouders, welkom broers, zussen op de proclamatie van de zesdejaars. Straks krijgen jullie, als alles goed gaat tenminste, jullie diploma. Ja, is goed zo. En we beginnen met Maïssa. Kinderen zien ontwikkelen, zien ontplooien. Ja, daar groei ik van. Kleurdoos is soms ook wel voor mij een weerspiegeling hoe dat ik zou willen dat de wereld soms in elkaar zit. Openstaan voor elkaar, elkaar tijd geven, elkaar kansen geven. Wij gaan jou heel erg missen en ik wens jou superveel succes in jouw nieuwe school. En last but not least, Onsana International. Sana, waarom zeg ik mijn schaduw? Wat heb jij gedaan de laatste dagen bij mij? Weet je het nog? Nee? Juf, gaan jullie bellen? Juf, gaan jullie bellen? Juf, mag ik wel naar ASO? Juf, gaan jullie bellen? Sanaatje toch. Jij bent volledig klaar voor het middelbaar, dus ik wens jou heel veel succes. Voor mij is het quelque chose. Hein. On se dit, c'est tout. Il y a une époque, une étape de notre de vie qui s'arrête et qui passe à autre chose. 3, 2, 1. Je savais qu'elle allait réussir, hein. Je savais bien qu'elle allait réussir. Elle avait juste pas confiance en elle. Moi, je savais qu'elle allait réussir. Félicitations. Hein.
Merci. Proficiat à la schat. Dank je. Trop pour moi, l'astro. Wat ik in de jaren geleerd heb, is dat elke brede school op zich uniek is. Doen, proberen. Gebruik wat er allemaal rondom jou aanwezig is.